We moeten terug naar de pavilion, maar alles is vernietigd. De pavilion is aangevallen, dus we zullen er naartoe moeten lopen. Tenzij het in een filmpje gaat, dat zou nog makkelijker zijn. Ik ga nu de lift op. Het is geen filmpje. Ik ben wel boven. Nee. Klinkt hier echt epische battle muziek, alsof hier van alles gebeurt. Hier kan ik niet heen. Nee, er staan ook echt enorme zombies daar mij op te wachten. Ja, ik kan die zombies wel een beetje skippen. Kistje kan ik allemaal pakken, daar krijg ik allemaal XP voor. Daar heb ik allemaal niet zoveel aan. Hier gaan allemaal alarmen aan. Even kijken, ik moet daar naar boven. Ja. Hey, kan ik hier wel naar boven? Kan hier helemaal niet naar boven. Je moet daar links naar boven via het trapsysteem. Ik kan niet via het gat naar boven waar ik naar beneden ben gekomen. Moet naar links. Die pakken we aan, die blazen we op. Kijk. Ja, hier moet ik naar boven. Wat is dan de handige route? Hier is gewoon een lift. Even kijken, waar is dan de grote lift? Oh, die is daar boven, daar kan ik niet in. Ja, dan maar naar rechts. De alternatieve route. Dat kan niet, dit loopt dood. Waarom loopt het dood? Omdat het is ingestort. Oké. Okay. Linksaf dan maar weer. Er is natuurlijk wel wat voor te zeggen als ons hoofdkwartier wordt aangevallen. Dat ook de hele wereld hier in duigen ligt. Kijk. Met deze machine kan ik in elk geval hier die research center uit. Kan ik in elk geval de research center uit. En waar kom ik dan? Ik kom hier bij een of ander distributiecentrum. Kijkend op de map ben ik hier. Oh, Central Transport Hub. Nou, dat is handig. Kan ik gewoon naar boven. Met deze lift. Kom ik hier uit? Waar ben ik dan? New Cunlun Central Hall. Ja, ik ben er. Ik ben er. Op naar de pavilion. Waar iets aan de hand is. Hier is de pavilion. We gaan naar binnen. We gaan naar binnen. Wat is hier dan aan de hand? Zijn er problemen? Is er iemand gesneuveld? Oh, het is hier bijzonder donker. Waar is iedereen? De handelaar is verdwenen. De handelaar is dood. Hij ligt hier in twee stukken. De handelaar is vermoord. Meen je niet?
handelaars vermoord. Hier is mijn centrale save point. De mapmaker is ook vermoord. Waar is Xuan Xuan? Onze vriend. We gaan naar de hoofdcomputer. Die is ook vernietigd. Een groot rood kruis staat er op het display. Oh, hij beweegt nog. Het gaat niet goed, die. Waar is Xuan Xuan? Daar is Xuan Xuan. En Kwafu. Ze leven. Ja, en Aigong die heeft dus al die soul seals gestolen hier. Ja. Kwafu en Xuan Xuan over. Sun Gan Yao Zan. Jing Wan Jing Dong Ting Jing. Permanent shutdown. Luxi, Luxi. De computer is gesneuveld. En nu dan? Character bio updated. Hij is dood. Goede update. Ja. Waar zijn ze nou heen dan? Kwafu en Xuan Xuan. Arme handelaar. Ligt daar in twee stukken. Hier is Kwafu. Wat wil je ervan zeggen, Kwafu? Hij wil met mij praten. Oi. Huh. Ja, we moeten een keuze maken. Of wij de mensen willen laten overleven, of dat wij de Solarians willen laten overleven. Nou ja, ik ben natuurlijk een mens, dus ik ga natuurlijk kiezen voor de mens. Ja, de mensen. Dat betekent wel dat wij onszelf gaan offeren. Oh? Oh? Oh, so little. Nou, om dat voor elkaar te krijgen, moeten we eerst Aigong killen. De Rhizomatic Bomb, die hadden we gevonden, ja. I have a new arrow that can tear apart heaven and earth. Oh, dat lijkt me een effectieve pijl. It can only be fired once. Once is all I need. Ah. I need you to take Xuan Xuan to Shenong. Dus die gaan weer terug naar het dorp.
Hij is het niet mee eens. Gaat hij liggen huilen op de ja, bank. Het is geen bank meer te noemen. Nou, die vernieling. Gaat die puberen? Wat een kind. Kwafu, neem jij hem mee? Kanu, ja leuk. Alle mensen worden meegenomen. En wij wachten tot de machine. Kijk, Rhizomatic Arrow. Should be used as a last resort in your battle against Aegon. It can only be fired once. Is dat dan ook nu gewoon een item in mijn inventory? Nee, het is denk ik gewoon een story item. Waar is dan de battle met Aegon? Dat wordt hier niet verteld. Dat wordt hier niet verteld. Ik ga in elk geval hier rusten. Het hele teleportsysteem ligt eruit. Ja, dan is... Ja, dit heb ik allemaal ontdekt. Moet ik dan weer naar die Soulscape? Of moet ik dan toch hier weer naartoe? Ik kan daar nog naar rechts. Ja. Van bovenaf. Nou, we gaan het meemaken. We zijn in elk geval hier voor nu klaar. Hier zijn we voor nu klaar. En dan gaan wij in de volgende video op zoek naar Aegon. De eindbaas. Misschien is het hier wel naar boven. Dat zou wel eens kunnen. Bij de superlift. Dat is nog een ongebruikt ding. Maar komt goed. De volgende keer. Joejoe.